In the sun-drenched southern of France, Ignace meets the immensely rich couple Verstraeten. Near Montpellier, Tina and Mark have realized their dream, Castignon, a wine estate which also toasts to the joy of life. Wij zijn van België. We zijn hier toegekomen in 2007. Dat domein hebben we gevonden via een verkoopskantoor en we waren verliefd van de eerste minuut. In the nearby village Assignan, you can stay in the authentic and beautifully designed residences. Hier logeren wij onze vrienden en onze klanten. Receptie zit hier. En we hebben 6 kamers boven. En voor de mensen die meer privacy willen, hebben we nog 3 kamers achteraan. De meerderheid zit in het dorp verspreid in individuele huisjes die vroeger van wijnplukkers waren en die we compleet gerenoveerd hebben. Wij wilden iets hebben in het dorp voor onze gasten. En hebben we in 2 weken tijd een keer alle oude huizen opgekocht die te koop stonden. En sommige stonden al 100 jaar te koop, dus dat is niet zo... En dan zijn we begonnen met het idee, laten we ons een hotel van maken. Goh, ik denk dat wij in de 20 woningen gekocht hebben. Toen wij ertoe kwamen was het dorp redelijk verlaten, er woonden nog mensen. Maar wij waren wel gecharmeerd door het potentiële die erin zat. Het dorp nieuw leven inblazen. Dat was de hoofdzaak. We hebben zoveel mogelijk restauratie gedaan van alle huisjes. Maar wel bewaard wat dat er was. En als we nieuwe dingen moesten bijmaken, dan hebben we echt historisch correcte dingen gedaan. Zodanig dat het leek alsof het niet nieuw was. Dus dat was voor ons ontzettend belangrijk. De lokale bewoners die waren zeer verbaasd dat we zo snel van start gingen. En toen dat ze zagen dat de vormgeving zeer respectvol was voor de geschiedenis, vanaf dan zijn ze ons gaan omarmen. 1660 is een van de kamers in het dorp die we hebben. En dat bestaat uit een huisje middeleeuws bijna. Want dit is de vroegere dorpskern die compleet middeleeuws was. Dus die hebben we zoveel mogelijk bewaard in zijn oorspronkelijke staat. Met alle comfort van nu. Binnenin hebben we ook maximale elementen bewaard. Houten balken, vloeren, de stenen muren. Maar die hebben we allemaal gerestaureerd volgens de kunst van het ambacht. Boven is de slaapkamer. Dit was het huis waar de man woonde die het laatst werkte op het veld met een os. Vandaar hebben we symbolisch de os boven het bed gehangen. En dit is hier de badkamer. Die badkamer is echt een van onze favorites. Die past perfect in het huis, in de sfeer van 1600. Mensen wasten zich in kuipen. Wij hebben de kuipen geïnstalleerd als wastafels en alles. Zeer hedendaags gemaakt, maar toch wel heel historisch. De kleuren zijn echt de kleuren van de wijn. Daar zitten alle kleuren in, van zacht roze tot donkerpaars. En op basis daarvan heb ik mijn kleurenkaart voor Hans het Dorp samengesteld. Decor, aankleding, alles. Mijn vrouw heeft in feite alles ontworpen, heeft alles bedacht. Het is iets heel speciaals geworden, dus iets dat je niet overal ziet in de wereld. Dus, Something Tina and Mark can certainly be proud of. Within walking distance from the village is another pearl, their own vineyard, lovingly maintained by Mark himself. Een nieuwe plantage van ons. We hebben dus 14 verschillende wijnen. Ik hou van wijn, niet zoveel meer van bier, maar voor mij is het passie wijn. Oh, ik denk dat het een beetje in de genen zit. Mijn grootvader was ook een heel groot liefhebber van goede wijn en ik heb eigenlijk leren drinken aan hem. Men verbouwt hier al wijnen sinds de Romeinen. En sinds dat we onze nieuwe kaaf hebben, hebben we echt een verbetering van kwaliteit die enorm is. This is the cave, the domain's winery. And as you can see, how could it be otherwise, a unique building in the shape of a wine bottle. Alles gebeurt hier. Het is hier dat de wijn wordt gemaakt, dat die wordt verkocht, geproefd. En dat is natuurlijk een uniek gebouw. Alles gebeurt hier. Dat is het hart van het hele bedrijf. Ik ben heel mijn leven bedrijven geweest in de verpakkingswereld. Dus de industriële verpakking. 90% olievaten.
Ik had trouwens ook een lang bedrijf in whiskyvaten. Ik was de grootste maker van whiskyvaten. Ja, dat is hier onze topzaal. Dat zijn cuves die zijn voorzien met van de modernste technieken. Compleet computergestuurd, gevolgd. Dus we hebben alles om topwijn te maken. Maar daarnaast werken wij ook met twee heel bekende oenologen, namelijk Michel Tardieu en Philippe Cambi. Dat zijn dus twee mensen die wereldbekend zijn. En die ons echt naar een niveau brengen die ongekend is in de streek. Dit is hier de plaats waar wij dus onze jong en fruitige wijn maken. De rosé wordt hier gemaakt. De Cavre heeft 24 uur of 24 muziek, klassieke muziek. En wij vinden dat heel belangrijk, dus dat heeft de juiste vibes aan de wijn. We hebben een cave nodig om wijn te maken. Die cave gebruiken we ook om onze klanten te entertainen. Het hotel, we hebben die nodig om de buitenlanders aan te trekken. Natuurlijk, waar we wonen, dat is privé en daar zijn we natuurlijk ook heel fier op. Wij wonen in een château op 2 kilometer van het dorp, midden in de wijngaard. Exactly. A château where the couple lives like a god in France. Tina en Mark zijn bij mij uitgenodigd om naar het object te komen kijken. Ik denk dat ze mij ook een beetje willen laten kennismaken met het project. Dat kun je alleen maar doen als je hier bent. Dan begrijp je het ook heel beter. Aangenaam. Ik wil je als eerste madame een hand geven. Ja, wel. Ah, en Franke mag daar. Dag Tine. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Op een of andere manier is Injas bij ons in contact gekomen. Hij had eigenlijk het idee, zegt hij, met al de mooie dingen dat jullie gemaakt hebben, waarom delen jullie dat keer niet met andere mensen? En vandaar dus het idee. En wij delen graag. Als ik aankom, het ziet niet uit als een château, maar dat was vroeger wel een château, hè? Ja. Dat was een commanderie van de Qataren. Ja, de legging, de historie, het had alles wat we wouden. Het is ook 300 jaar in de handen geweest van dezelfde familie. Wauw. Ja, dus, en daar hebben jullie het van gekocht? Ja. Ja. Het zag helemaal niet zo uit, hè? Toen, hè? Dus je hebt alles onder de boom. Het was eigenlijk bijna een ruïne. Er waren nog kleine gedeelten bewoond, maar... Er was een gedeelte waar de slaapkamers waren. En de bedden waren nog opgemaakt sinds 100 jaar. Ja. Er was niemand die er nog in geslapen had. Hoe lang hebben jullie hierop op gewerkt? 4 jaar. Ja. We hebben eigenlijk nooit gestopt met realiseren tot dat was wat we wilden. Het is dus, nu af, hè? Ja, en het is af. Voor ons is het af. Nu is het af. Eetkamer. Eetkamer, wij noemen dat de ridderzaal. Ja. Wat hebben we nog hier? Gaan we doorlopen? Op, pardon. De volgende. Dat is de kapel. De kapel. Qua werken, Tina, zijn ook kunstwerken. Ja, dat zijn werken. Dus we zeggen het is een kapel, La Chapelle in het Frans. En dat zijn werken van David La Chapelle. De speelzaal. De speelzaal. Oorspronkelijk was dit de wijnmakerij. Dit hier? Ja. Ja. Wat een prachtige kunst, hè? Dit is een kunstwerk? Ja, dat is een kunstwerk. Maar je kan die gebruiken. Maar dit was zo, hè? Dat was de ruïne hier. Dat was goed, maar daaraan stond er niet. Jullie opnieuw heb je dat in één lijn doorgetrokken, ja, hè? Ja, ja, ja. Daaraan zat er niet in. Nee. Dat zat er niet in. Nee. De connectie binnen-buiten is voor ons ontzettend belangrijk. Dus we hebben overal grote assen gedaan, hele grote ramen. Ja, het is mediterraans, dus wij leven met deuren en ramen open. Hoeveel vierkante meter, weet je het? Ik denk tegen de 1280 vierkante meter, denk ik. Ja.
cliënten bij ons die proberen altijd te zoeken wat niemand anders heeft. Dus de kans om het verhuur zit heel groot. Projecten wat wij momenteel in aanbieding hebben, dat zijn in ons portfolio hebben, dat is bijvoorbeeld een eiland van de eigenaar van Cirque Soleil. En we rekenen op 1,5 miljoen euro alleen huur per week. Die is heel mooi geverfd hier. Dus ik denk ook dat zij hier, als ze het exclusief kunnen gaan opbouwen, tot ze zeker naar een makkelijke zegt, naar een 125.000 euro kunnen gaan per week, makkelijk. Hier heb je heel mooi zicht over het hele domein. Dat is prachtig, hè? Natuurlijk, als je naar het château gaat en je gaat naar het wijngoed, ja, dat is Champions League, dat is gigantisch. Onze oudste wijnhaarden zijn 130, 140 jaar oud. Dus die zijn allemaal geplant geweest om te worden bewerkt met paarden. Dus met de huidige technieken van tractors, et cetera, dat past niet, dat passeert niet. Dus alles gebeurt dan in de oude wijnhaarden met onze paarden. C'est les chevaux du château Castillon que j'utilise pour labourer les vieilles vignes du domaine. Et on s'en sert aussi pour les vendanges, pour sortir le raisin et ramener le raisin à la cave. Alles gebeurt bij ons met de hand. Dus alles gebeurt in de stilte, de rust en het plezier van plukken. C'est un travail un peu spécial qui effectivement. Pas non plus complètement général, mais qui revient de plus en plus dans les vignes quand même. Dans tous les vignobles français, il y a de plus en plus de laboureurs à cheval qui travaillent. Hier zijn we aan Écurie. Dat zijn de vroegere paardenstallen. Dus de mensen die in het dorp in de wijnhaarden werkten, werken altijd met paarden. En daar hebben we twee kamers in gemaakt. Dus dat zijn onze suites. Dus de authenticiteit wilde bewaren van het dorp, maar wel het comfort en de luxe van hedendaags erbij. En de namen, Prins en Prinses. Ons paard die we gebruiken in de wijnhaarden, die noemt Prinses. Vandaar onze link. Ieder detail is belangrijk. Ik heb anders mijn carrière in de filmwereld gewerkt. Alles als creatieve vormgeving. Voor mij is dat een perfect filmdecor, maar niet als decor. Ik zie het gewoon als de werkelijkheid. De eigenaars die hebben dit gebouwd met vol passie. Elk detail is nagekeken. En dat kun je niet beschrijven. Dat kun je niet overbrengen naar foto's. Dat moet je echt zelf zien met je eigen ogen. Wij hebben kamers verspreid over het hele dorp. Dan hebben we daarnaast ook het wijndomein natuurlijk. Drie restaurants. En nu zijn we op weg te voet naar het restaurant La Table. Wij hebben daar twee broers. Twee Belgische broers. Twee Belgische broers die daar kok zijn. Die nu 4 jaar bij ons werken. Ja. Ik doe de hapjes en de koude gerecht. En Pieter doet meer alles van, van de warme kant. Het is de eerste keer dat we hier als duo, twee broers naast één, aan de slag gaan in het restaurant. Beste collega van het voorbije jaar. Tot iedereen zijn verbazing lukt dat bij ons wel vrij goed. We hebben weinig woorden nodig om elkaar goed te verstaan. We zitten op hetzelfde ritme, we hebben dezelfde toewijding en we willen alle twee het beste. In 2019, the two brothers were rewarded for their passion for cooking with the highest culinary award, a Michelin star. 2 jaar geleden zijn we gecontacteerd met een super rare telefoon dat we de vrijdagavond was dat we maandag in Parijs moesten zijn. Op dat moment hadden we niet echt een idee van ja, waarom, hoe of wat. Het was spannend, we wisten natuurlijk niet voor wat we naar Parijs moeten gaan, totdat in een klein zaalje komt en dat je een chef jacket aangekregen krijgt en dan weten we al van, ah ja, oké, het is voor dit dat we hier allemaal zijn. Wij hadden daar wel goede hoop op. We hebben ze gepusht. Ja. Tuurlijk, ja, de setting, het soort eten, dan weet je wel ongeveer in welke leak het zich afspeelt. Maar het was zeker welkom, hè, maar het was wel een verrassing op dat moment.
daar blijven wij vrij rustig bij. We zijn geen superstars. We zijn gewoon Pieter en Ruben en we hebben die ster gehaald, wat dat top is voor onze carrière, voor de rest van ons leven. Maar wij zijn wel down to earth. Dat is prachtig dit, hè? Dat is. Zwemmen in de wijngaard. Zwemmen in de wijngaard. Ja, dus jullie leven echt gelijk God in Frankrijk, hè? Nee? De woning is gebouwd met hoeveel slaapkamers? Hier? Ja. Hier hebben we maar één slaapkamer. Ah, oké. Maar omdat dat gebouwd is op jullie wensen. Ja, 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 tuurlijk. Ja. Maar we kunnen natuurlijk bijmaken. Kunnen bijmaken, eigenlijk. Dus, ja. Als daar mensen, gasten komen, jullie hebben bijkomende village. Een hotel, die kunnen daar overnachten. Ja, ja. En hier hebben jullie privacy. Ja. En de reden van die privacy, dat Mark hebt, je bent een hele grote ondernemer geweest. Zodat je eigenlijk een beetje afstand van alles toch op je gemakje kan komen. Daar, zeker, dat is zeker de bedoeling. Dat is de bedoeling, dat je privacy hier kunt vinden. Ja. Eigenlijk, ja. Hè? Mark die wou op een plek wonen waar hij niemand zag. Ja, dus dat is gelukt. Hè? Ik heb verleden jaar een herseninfarct gehad. Vandaar dat ik nu en dan een keer een beetje moeilijk spreek. En dan heb ik ook verleden jaar nog een hartoperatie gekregen. Dus ja, maar ik voel me weer goed. Dus ik mag weer wat wijn drinken. Dus. Here in Castignon, Tina and Mark enjoy their self-created world to the fullest. And from above, you can see the exclusive domain in its full glory. Heel prachtig zicht van Castignon. Het is het allemaal zoete witte wijn. Och, wij exporteren over heel de wereld. Wij produceren normaal 120.000 vesten per jaar. Ik ben door de Belgische pers uitgeroepen als Belgium Wine Personality of the Year. Dat is een feestje geweest. Hier het dorp, de Assignan. De buurt is heel indrukwekkend. Het château, de fles waar ze produceren, dat is wel vrij indrukwekkend uit de lucht, ja. Dan krijg je een betere beeld trouwens. Ah, nu heb je echt op het hele domein. Het château samen met het wijngoed, dat zijn eigenlijk wel de trekpleisters. Het is een heel grote investering geweest. Het is niet enkel het gebouw, maar ook in de wijngaarden hebben we enorm veel geïnvesteerd. Dus, ook ja, een sterrenrestaurant creëren, dat is ook niet iets dat je zomaar doet. Het is allemaal jaren tijd en energie gaat erin. Dus, ja. Tina en Mark zijn de mensen die ons naar hier hebben gehaald en die ons volledig carte blanche hebben gegeven. En die in ons geloofd hebben en het vertrouwen hebben gehad. En natuurlijk zijn ze onze grootste fan geworden na 4 jaar, want ze komen hier super veel eten. En die zijn super trots op ons en wij zijn super content op, dat we hen zijn tegengekomen, dat we dit konden doen. Waarschijnlijk stonden we niet zo ver mocht dit hier niet op ons pad gekomen zijn. Het sterrenrestaurant, dat is prachtig. De Oost-Europese markt bijvoorbeeld, de Russische, mensen met Russische afkomst, die eten en drinken heel graag. Dus dat zit helemaal in die lijn. Dus dat klopt. A star restaurant, your own wine, an ancient chateau and luxurious residences in a picturesque French village. An invaluable masterpiece. Rekening houden met mijn ervaring, denk ik, tot ze hier wel rond de 55 kunnen zitten naar boven rekenen. Ik denk toch 60, 70 miljoen euro.
Ik zou meer charmeerd zijn, moest Mark mij ooit een vraag willen stellen, moesten zij ooit willen verkopen. Maar gepassioneerde mensen, gelijk Mark en Tine, speciaal Tine, die toch tot in de detail heeft gewerkt, ik denk nooit dat u een passie gaan verkopen, ben ik overtuigd van. We hadden een visie en we hebben tot op het eind volgehouden om die visie levend te maken. Eigenlijk zijn we het meest trots op het geheel. Het idee van alles gaat samen.